Emma zit na 6 maanden, jongens, op de fiets. En ik kan het nog. Ja, het gaat niet altijd over rozen. Emma die zou dan nu 19 zijn. Emma had echt een mega doorzettingsvermogen. Hij viel meteen op je sparkelende ogen. Ik zag een meisje aankomen in een rolstoel van ver met haar moeder. En 2 therapeuten van ons waren meegevlogen. En hoop je niks, er zat niks in die rolstoel. This is a very special moment. Toen heeft ze echt gezegd van ja, Guus, dit kan wel echt de laatste keer zijn, zeg maar, dat we elkaar zien. Jullie worden nu mede deelgenoot van een stukje bijzondere geschiedenis. Wereldprimeurtje. Maar dit is weer even documentary of Emma's recovery or not. Maar ja, dan hebben we een leuke herinnering, toch, jongens? Dus het feit dat zij voor het leven koos, was alles bepalend. Ik bedoel, als meisje had gezegd, als ze had gezegd, Emma, ik wil daar doodgaan. Of ik wil, ik zie het niet meer zitten. Maar zij wilde zo graag leven, dat ja, daar ging, dat kun je ook niet negeren, ongeveer.